organiseren dit jaar voor de derde keer de Shamanistic Teachings. De Shamanistic Teachings zijn gestart in 2004. Toen hebben we gestalte gegeven aan een visioen wat ik jaren daarvoor al had gehad. Ik zag in dat visioen een aantal hele krachtige shamanen hun kennis delen met een grote groep mensen. Dit jaar komt er een nieuwe shamaan bij, een shamaan uit Mexico. En hij zal zijn kennis van de Azteken met ons delen. Eigenlijk wilden we in 2005 niet stoppen met het hele gebeuren. We wilden eigenlijk niet naar huis. Dus we gaan verder gestalte geven aan alles wat we hebben neergezet in 2004, in 2005. En de shamanen kijken er nu al heel erg naar uit. Ze zijn al echt in voorbereiding om in 2006 er weer minstens zo'n succes van te maken. Het thema van 2006 haakt een beetje in ook op de behoefte van die ontstaan is in 2005. Mensen willen graag meer handvaten hoe ze datgene wat ze ervaren, wat ze hebben geleerd, wat ze hebben meegemaakt, om dat echt te integreren in hun dagelijks leven, in hun werk, in hun gezin, in hun hele zijn. En daar zal veel over gesproken worden. Het unieke van de teachings is dat de shamanen in hele diepe verbinding met elkaar hun echte kennis delen. En daar zoveel mensen in voelen dat het zo belangrijk is in deze tijd, waarin we in een grote transformatie zitten, om die kennis echt tot ons te nemen en daar ook echt in te gaan staan. En de shamanen kijken er nu al heel erg naar uit. Ze zijn al echt in voorbereiding om in 2006 er weer minstens zo'n succes van te maken. Mensen die naar deze website kijken, zou ik mee willen geven. Voel of dit iets is wat bij je past. Voel of je ook zelf het idee hebt en van binnen weet dat de tijd is gekomen dat je je gaat verbinden met je eigenlijke doel. Want dat is waar het om gaat.